Ik sta hier voor station Houten, het oude station uit 1917. 100 jaar geleden stond dit station 150 meter die kant op. En 100 jaar geleden was het van de een op de andere moment een drukte van belang. Want 2 kilometer verderop, die kant op, richting de Poeldijk, ontspoorde een trein. En in de trein zat koningin Wilhelmina. Het was 100 jaar geleden een hete dag bij het station van Houten. De temperatuur was opgelopen tot 30 graden en er dreigde onweer. Op het station was het verder een dag als geen ander. Stationschef Scholten was aanwezig en zijn telegrafist Zwanik. Om 10 minuten over 4 Amsterdamse tijd gaat de bel op dit station. Dat is 16:50 volgens onze huidige tijd. De bel betekent dat de trein station Schalkwijk is gepasseerd. Schalkwijk heeft gebeld. Stationschef Scholten geeft vervolgens een belsignaal, dat heet kloksein, af richting Lunetten. En dat betekent dat alle overwegwachters tussen Houten en Lunetten de overwegbomen gaan sluiten voor de naderende trein uit Schalkwijk. Als de stationschef hier staat te wachten op de trein, trein 4 uit Schalkwijk, gaat de telefoon. Het is de overwegwachter van de Loerikseweg. En die ziet een stofwolk. Een stofwolk richting Schalkwijk. De stationschef komt uit dit gebouw en kijkt richting Schalkwijk en ziet de stofwolk ook. Vervolgens gaat weer de telefoon. Het blijkt de stationschef uit Utrecht te zijn. En die vraagt: waarom is de trein Houten nog niet gepasseerd? Stationschef Scholten weet genoeg. Er is daar iets gebeurd richting het zuiden. Hij zet alle seinen op rood en houdt de eerste beste goederentrein aan die vanuit Utrecht komt. Hij springt op de goederentrein en rijdt samen met die machinist naar de grote stofwolk. We staan hier bij de Vijfhalbrug bij de wijk Leebrug. En achter mij gebeurde er iets interessants. Vanaf de ontspoorde trein was een man onderweg naar het station van Houten. En hij kwam hier de telegrafist tegen die op de fiets gesprongen was achter de stationschef aan, die nog steeds met de trein onderweg was. Ze spraken elkaar en de telegrafist kreeg te horen wat er was gebeurd. Hij draaide zich om, ging terug naar het station Houten en seinde om hulp. Daardoor konden vanuit Utrecht een hulptrein vertrekken. We staan hier op de oude Poeldijk. Achter me was de overweg. De overweg met het wachtershuisje waar het ongeluk gebeurde. Hier links van mij tot en met rechts was de trein ontspoord. Bij de trein is het een enorme chaos. Er blijken 11 wagons uit de rails te zijn, waarvan er een paar waren gekanteld. Vooral het achterste deel van de trein is beschadigd. Ter plekke verzorgen 2 aanwezige artsen de gewonden en helpt de koningin mee. Het is aan de kalmte van de koningin te danken dat er geen paniek uitbrak.